Ik ben Isabel. De meeste mensen kennen me als de hippe vegetariër. Dat is mijn foodblog en mijn boek. En inmiddels is dat verworden tot een soort van klein bedrijf dat andere bedrijven adviseert over duurzame vegetarische voeding. Wat mij heel erg opvalt aan het communicatievak en dan met name als het gaat om de voedingssector. Voedingsbedrijven investeren eigenlijk enorm in hun marketing. Zijn heel erg bezig om hun boodschap te zenden. Terwijl als er één onderwerp is dat complex is, waar veel onduidelijkheid over bestaat, dan is het eten. En ik pleit ook echt om meer die dialoog op te zoeken en help daar bedrijven bij. Ik denk dat jouw vertrouwen over bepaalde producten enorm zou toenemen als een bedrijf meer het gesprek met jou aangaat of meer dingen uitlegt. Toen mijn blog echt nog mijn hobby was en ik het deed naast mijn fulltime baan, naast het schrijven van een boek, toen heb ik wel eens gedacht van ik ben echt gekke Henkie. Ik zit nu zeg maar, terwijl iedereen buiten op het terras zit, zit ik mijn hobby hier nog even een blogje te maken. Ik heb wel altijd heel erg geloofd in het grotere plaatje en dat ik ergens naar onderweg was. Maar dat ik er mijn werk van had kunnen maken, had ik echt nooit durven dromen. Ziet er goed uit, hè? Ik ben dus absoluut geen chef. Ik ben best wel een beetje een botte boer in de keuken. Maar ik heb wel heel erg veel kilometers gemaakt in de keuken, dus daarom weet ik er echt wel wat vanaf. Eigenlijk probeer ik heel erg vegetarisch koken te vereenvoudigen. Want iedereen kan het en dat is echt waar. Proef wordt er ook bij. Wat ik het allermooiste vind aan het verhaal dat ik vertel, is dat de wereldvoedselproblematiek is enorm complex. Maar in feite, als je het dus hebt over de leukste en lekkerste manier om iets goeds te doen voor deze wereld, gaat het over het uiteinde van je vork. Dus die drie hoofdmaaltijden per dag die je eet en de keuzes die je daar maakt, daarmee kan je al een wezenlijk verschil maken. En zo eenvoudig is het eigenlijk.